Wij nemen u mee op een fietstocht in het Hemmerland. Vandaag is het 2 januari 2024. En zoals u ziet is het water omhoog gekomen. Inmiddels heeft de gemeente het Hemmerland ook afgesloten, omdat het niet meer veilig is om hier nog doorheen te gaan. Gisteren, overigens 1 januari, was hier nog een nieuwjaarsduik. En toen was het water nog op een normaal niveau. En stonden we hier met honderden mensen nog voor de nieuwjaarsduik. Ook de zon liet zich toen zien. Vandaag is het water heel hoog gekomen. En er is ook nog een waarschuwing afgegeven voor vanavond komt storm Henk. Maar dat heeft op het waterstand een positief effect, omdat het dan de andere kant wordt opgeblazen richting Enkhuizen. Daar zijn inmiddels ook al maatregelen genomen met zandzakken en versterking van dijken daar. Maar vandaag is Monnikendam dan dus aan de beurt. En zoals u ziet is er gewoon geen onderscheid meer tussen het fietspad en de sloot, omdat het water zo hoog is gekomen. Zoals u misschien ook wel weet, ook in Volendam hebben ze last van hoog water. Daar is ook bij het Slobberland helemaal ondergelopen. Maar daar zijn de huizen ook al ondergelopen. Inmiddels zijn daar ook grote zandzakken staan daar. Rechts is het strandje ook helemaal ondergelopen. Het is ook niet de eerste keer dat Hemmerland onder water staat. 2 jaar geleden was het ook de waterstand heel erg hoog. Dus inmiddels zijn we wel gewend. Wat wel anders is, is dat er wordt gebouwd natuurlijk aan het Galgeriet. Maar met alle ervaring van de waterstanden zal dat ook wel goed komen. Dat het water daar met hoge waterstanden niet uit de huizen onder zullen lopen. Af en toe komen we nog een dappere wandelaar tegen die het nog heeft geprobeerd met de hond. Wat ook niet meehelpt om het water weg te laten lopen, is dat door de vele regenval van de afgelopen maanden het land verzadigd is met water. Zo'n heel meer heeft zich daar gevormd. We draaien nu het parkeerpijltje op van het Wereldpaviljoen. En zoals ik eerder zei, gisteren was het weer nog een gezellige middag met veel mensen die hier makkelijk konden betreden. Maar zoals u ziet vandaag zijn ze hier inmiddels het strand aan het ophogen. En ik zie ook dat het flink regent. Ik weet niet hoe hoog het strand het nu inmiddels is. Want dit was vanmiddag rond 1 uur of 2. Idee heeft hoe het Hemmerland er op dit moment bij ligt. De hoge waterstand aan het prooien dwingt de gemeente om zandzakken te plaatsen. Rond de haven, rond de binnenhaven, langs het prooien. Die brandweermannen en die mannen van de gemeentewerf, die auch gedeeltelijk zelf dort van de vakantie door moesten komen, plaatsen deze Sandsäcke ook rond de Binnenhafen. En hier kommen noch ein paar kurze Indrücke von der Situatie, die dort Nordau ist. Selbst der Bürgermeister ist an den Helpen. En die Brandweermannen, die selbst von Marken gekommen sein, um die Kollegen aus Monnikendam zu helfen.